herinner me nog goed. Onze nieuwe vrachtwagen had juist een vracht gerst gaan halen. Dat is een nieuwe camion. En er wordt ik was een tasje koffie aan het drinken en er wordt op het raam geklopt. Ja, dat was een Mexicaan en die was met autostop naar Stabroek gekomen. En die ging het beste mout van Europa volgens de publicaties komen kopen. Hallo. Hallo, buenos días. Can I develop it? My name is Julio. I'm coming from Mexico. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Please come inside. Bueno, estaba viajando aquí en Bélgica y de repente me di cuenta que tenía ganas de producir cerveza belga. Busqué en internet, me encontré con que en el pueblo de Stabroek, muy cerquita del puerto de Amberes, había una maltería de una familia llamada Dingemans y decidí venir a buscarlo. Y sabía que este era el lugar donde tenía que estar. Toqué en la ventana y ahí estaba Fons Dingemans. Él es un maestro maltero. Es la cuarta generación de malteros que han trabajado en esta fábrica. Y su bisabuelo, su abuelo, él a partir de los 60s me cuenta que ha estado aquí trabajando ahora sus hijos. Ik heb met Julio gepraat over de rijke historiek van onze firma. Wij bestaan van 1875. Ik ben de vierde generatie en mijn twee zonen de vijfde. En daar ben ik heel trots op. Hij was ook geweldig onder de indruk van die oude schilderij van 1901. En nu is dat bedrijf zo groot geworden, terwijl vroeger was dat maar ja, een kleine schuur of een kleine... Allee, wij maakten vroeger 100 kilo per dag en nu 80 ton per dag. Sí, conocí a la quinta generación, que es Jan y Carol, que están trabajando y que están a cargo ahora de la maltería. Ja, we hebben hem een rondleiding gegeven. We hebben eigenlijk het mouten van A tot Z laten zien, wat er allemaal bij kijken komt. Elke vrachtwagen die toekomt, wordt gecontroleerd en wordt bepaald of de gerst goed genoeg is om er achteraf topmout van te maken. Wij werken samen met verschillende leveranciers uit Frankrijk, Engeland, dit om de kwaliteit te garanderen. Wij werken ook al jarenlang samen met dezelfde leveranciers. Zij leveren hier gerst, tarwe, rogge, omdat wij een verscheidenheid aan mouten produceren. In het labo gaan we allerhande parameters analyseren, maar het is nog altijd een vak, mouten. Elke batch of elke oogst is anders, dus het komt aan op ervaring en vakmanschap om te zien om van goede gerst goede mout te kunnen maken. Ja, een van de mooiste momenten in het proces is eigenlijk het moment einde van de weekzaal. Dan gaat de gerst voldoende vocht hebben opgenomen om te beginnen kiemen. Dat is eigenlijk het moment dat de kiem uit de korrel begint te komen. Een heel delicaat moment dat we goed moeten bewaken. Want dat is eigenlijk zoals een mens die tot leven komt, de korrel begint te kiemen en daar begint alles mee. Als we dan fouten doen in ons proces, stopt de kieming en gaan we geen goede mout maken. Julio was onder de indruk. Hij had niet verwacht dat we dat op die manier zouden doen. Al die korreltjes, die miljoenen korrels in de kiemkast die daar liggen en die allemaal aan het kiemen zijn. Een zeer uniek proces. Wij gebruiken ook enkel maar natuurlijke grondstoffen, water en lucht. Dus ons moutproces is eigenlijk een zeer natuurlijk proces. La visita a la maltería fue maravillosa. Recorrimos, Jan y Carol me llevaron por toda la fábrica y fue increíble ver todo el proceso desde que llega el grano hasta que sale y es empaquetado. Los olores, los sonidos, cómo trabaja la gente con tanta pasión, de verdad fue increíble. Dus we hebben drie klassen van mouten. We hebben de geëeste mouten, de gekarameliseerde mouten en de geroosterde mouten. De geëeste mouten zijn eigenlijk de basismouten die elke brouwer gebruikt. En elke brouwer voegt dan, afhankelijk van welke smaak of welk bier hij wilt bereiken, voegt hem andere mouten toe. Hij kan een gekarameliseerde mout toevoegen, een geroosterde mout. Dat is allemaal afhankelijk van smaak, kleur, dat de brouwer eigenlijk wenst. Lo que me gustaría producir es cerveza tipo belga, pero Karel y Jan me dijeron que hay un mundo de posibilidades dentro de las cervezas belgas. Entonces, lo que me gustaría a mí es un tipo de cerveza de Malta, tipo biscuit, que tiene aromas dulces, caramelos,
es una cerveza ámbar, es una cerveza más roja, ¿no? Y creo que ese tipo de cerveza podría funcionar en México. Op het einde van de dag hadden we allemaal geweldige dorst en ik heb een paar flesjes speciaal Belgische bieren mee naar de tak genomen. Alleen waar het alleen mout van ons in zit. En dan hebben we het glas gehoffen op de mooie voorbije dag. En in de verte zagen we de haven van Antwerpen. Eigenlijk was het wel grappig, want wij hadden gehoopt dat hij containers ging bestellen, volle containers mout, die vertrekken hier in Antwerpen naar Mexico. ¿Cuántos camiones vas a querer? Y les dije, no, yo solamente quiero una bolsa. Bueno, lo que sigue es regresar a México con mi paquete y ponerme a producir cerveza, por supuesto. Y no sé, tal vez regresar ahora sí por mi camión, mis dos camiones de Malta.